Goedendag, daar is SGP Krimpen en Waard weer. Wij proberen deze dagen de ambitie in een nieuwe coalitieakkoord te ontdekken. Gisteren ging het over energie en duurzaamheid. Vandaag over zondagsrust. Zoals u weet heeft de SGP in de verkiezingscampagne zich hard gemaakt voor het behoud van de zondagsrust. Wij vinden de zondag een bijzondere dag. Een moment van collectieve rust, waarvan iedereen op zijn of haar manier gebruik kan maken. Deze coalitie denkt daar anders over. Alle supermarkten op iedere zondag open. Alle winkels op 18 zondagen open. Evenementen tot diep in de nacht, ook op zondag. Horecagelegenheden tot 's morgens vroeg open. Wij vinden het bijzonder spijtig dat ook de ChristenUnie daar hun handtekening onder hebben gezet. De SGP wil dat anders. Wij zijn voor rust en niet voor het creëren van onrust. Dit gaat niet de goede kant op. En wij staan daarin niet alleen. Wij hebben signalen van heel veel supermarkten, uit bijna alle kernen van de Krimpen en Waard ontvangen, die dit ook helemaal niet willen. Kies ook voor hen. De SGP gaat voor rust. Voor zondagsrust. Morgen zijn we bij u terug over een ander thema.